Deze man wordt gezocht vanwege een gewelddadige straatroof in Oorschot. Hij loopt hier weg langs het Wilhelminakanaal op de Eindhovense dijk, een paar tellen na de straatroof. Deze foto is namelijk gemaakt door het slachtoffer zelf. De man benaderde haar van achteren en schopte of sloeg haar hard tegen haar heup. Daarna probeerde hij haar handtas mee te graaien. Maar de vrouw liet niet los en daarom loopt hij daar met lege handen weer weg. Eerder die dag is hij ook gefilmd door bewakingscamera's in een nabijgelegen supermarkt. De man heeft een normaal postuur en kort bruin haar. En hij droeg een opvallende rode jas met capuchon en zwarte Nike-rugzak. Verder heeft de man een blauwe spijkerbroek en witte sportschoenen met zwarte vlakken. Weet u wie dit is of waar de politie hem kan vinden? Laat het weten. Bedankt voor het kijken en meedenken. En wil je nu ook bij andere zaken helpen? Abonneer je dan op dit YouTube-kanaal. En wie weet kun je ons helpen bij deze zaak of deze zaak. Bel met je tips 0800 60 70.